Hallo allemaal, en dan nu mijn avondroutine. Ik douche altijd 's avonds, dat vind ik gewoon prettig. Ik vind het prettig om alles van de dag van me af te wassen. En dan haal ik dus ook mijn make-up af. En ik laat jullie vandaag zien hoe ik dat doe. Nou, ik gebruik minstens 6 wattenschijfjes. Deze zijn van de Primark en die vind ik echt 3 keer niks. Je hebt 2 rollen voor 1,50 geloof ik en... Ja, ik vind het gewoon, ze zijn heel glad en ze zijn, nou ja, weet je, heel... Niks. Maar goed, ik maak ze toch op, want ik vind het zonde om weg te gooien. Nou, wat ik doe is, ik gebruik, op dit moment gebruik ik een cleansing milk van de Action voor 1 euro nog wat of zo. En die werkt echt gewoon geweldig. Je hoeft niet altijd hele dure producten te gebruiken. Ik doe het op een watje, zo. Ik dep eventjes en dan laat ik hem heel eventjes op mijn ogen liggen. Ik gebruik gewone mascara, dus niet waterproof. Dus dat gaat er in principe gaat het er prima af. En dan masseer ik het gewoon over mijn oogleden. Zoals jullie zien is dat heel erg vies. Wat ik dan doe is ik draai het watje om. Ik weet niet, mijn licht is hier natuurlijk echt heel erg slecht. Hè? Ik ben in de badkamer, dus ik kan even niks anders dan dit. Dan draai ik het watje om. Weer cleansing milk erop. Deppen. En ik doe hetzelfde. Maar omdat het meeste er nu af is, neem ik mijn hele gezicht mee. Daar zit natuurlijk allemaal BB cream en blush en weet ik veel wat op van de dag zelf. Dat zien jullie ook. Het is echt heel erg ranzig. Als ik waterproof mascara gebruik, wat ik bijna niet doe, maar mocht ik het doen, dan gebruik ik deze olie. Die is ook toevallig van de Action en kost niks. En deze werkt prima. Met dit soort dingen heb ik altijd zoiets van, weet je, het gaat eraf, dus het werkt goed. Wat ik dan doe is, ik pak 2 watjes. Het ligt eraan of ik foundation heb gebruikt of BB cream. Als ik foundation heb gebruikt, dan doe ik wat ik er net heb gedaan, gewoon nog een keertje. Ik heb een BB cream gebruikt, dus ik vind het niet nodig. Dan pak ik mijn tonic. Dat is op dit moment Garnier, die is bijna op. Ik heb ook deze van Clinique. En daar heb ik laatst in mijn favorieten heb ik daar wat over geschreven. Dat ik er eigenlijk heel erg tevreden over ben. Maar aan de andere kant, hij is echt heel erg agressief. Dus ik heb toch maar besloten om het niet verder te gebruiken. Wat ik doe is, ik haal de restjes van de viezigheid haal ik er nog van af. Zodat ik het gevoel heb dat ik echt schoon ben. Nou heb ik een hele... dubbele avondroutine. Want ik doe eigenlijk alles dubbel. Maar ik wil gewoon dat mijn huid echt schoon is. Ik vind het gewoon echt niet prettig als het als ik het gevoel heb dat het nog vies is. Nou, dat heb ik dan zeg maar met de lotion gedaan. Of met de, hoe heet het? Ik kom even niet op het woord. Lotion. Ik kom er niet op. Frustrerend. Wat ik dan doe is, ik was mijn gezicht met de Clinique. Nou, ik doe de kraan weer aan. Net zoals vanochtend. Ik gebruik echt ook een heel klein beetje. Want het is echt niet nodig om heel veel te gebruiken. Met wat water maak ik er een sopje van. En ik smeer gewoon mijn huid goed in. Zodat ik het extra goed schoon maak. Want ik nu echt alle restjes van de BB cream, weet ik veel wat ik er nog op heb, haal ik er nu vanaf. Jullie zien mij vast nu niet, maar ik ben mijn gezicht aan het afhalen. Nou, dit is wat ik dan doe bij de wasbak. Zo, dan dep ik weer mijn gezicht. Maar, ik ga hierna altijd onder de douche. En dan gebruik ik om en om 2 verschillende dingen. De ene dag gebruik ik deze. Dit is een face scrub met hele kleine bolletjes. Heel prettig is dat. Ik vind het fijne structuur. Deze heb ik bij de Action gekocht. Die is bijna op, zoals jullie zien. En ik ben laatst gaan kijken of ze nieuwe hebben. Of hoe heet het? Opnieuw dit kan kopen. Maar het is op. Zoals vaak met dat soort dingen bij de Action. Dus dat is heel erg vervelend. Want ik wil daar echt gewoon een... ik vind het fijn om 1 keer in de zoveel tijd mijn gezicht te scrubben. En de andere dag gebruik ik deze van Lush Angels on Bare Skin. Nou is dit iets, daar zijn heel veel mensen helemaal kapot van. En op zich begrijp ik het wel, mijn gezicht voelt echt heerlijk zacht.
Maar je moet het wel, zeg maar, trekken. Ten eerste ruikt het naar lavendel. Dat zit er ook in. Ik zal even laten zien hoe het eruit ziet. Het ziet er een beetje uit als een soort van, ja, modder. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Nogmaals, het licht in de badkamer is natuurlijk heel erg slecht. Het ruikt heel erg naar lavendel. En wat je dan doet, is je pakt... Ik ga dit nu gewoon even gebruiken. Normaal doe ik dit dus onder de douche. Ik doe het nu even zo. Je pakt wat... Oeh, ik gooi het hele potje op de grond. Heel prettig. Oh, leuk. Je pakt een beetje van het spul. Dan maak je een beetje een soort dingetje van. Doe je een heel klein beetje water op. En dan masseer je het in. Dus je maakt er een soort klei-achtig iets van. Zo. En wat je dan doet is je verspreidt het gewoon over je gezicht. En ook dit masseer je in. Dus zoals jullie begrijpen en zoals jullie misschien nog zien, doe ik heel veel dingen dubbel op. Maar ik gebruik nu veel meer make-up dan voorheen. En ik vind het belangrijk dat je gezicht gewoon schoon is. Normaal, hij is nu korrelig. Zoals jullie zien. Normaal, omdat ik onder de douche sta, gebruik ik wat meer water. Is het ook wat meer modderiger, om het even zo te zeggen. Maar nu laat ik het even zo. Nou vind ik dit heel fijn spul. Oeh, water in mijn mond. Maar er zijn een paar nadelen, vind ik. Ten eerste, en dat kan je ook als voordeel zien. Ten eerste is dit gewoon puur natuur. Wat betekent dat je het na 3 maanden moet het gewoon op zijn. Want dan... Ja, dan is het gewoon niet meer goed. Ten tweede, op een of andere vage wijze, als ik dit gebruik, komt er altijd, hoe voorzichtig ik ook doe, iets in mijn oog. En dan voelt het alsof ik een beetje korreltjes in mijn oog heb. En ik heb het al op allerlei manieren heb ik het geprobeerd. Ik krijg het niet zover dat de korreltjes niet in mijn oog komen. Heel bijzonder. Dus dat kan een nadeel zijn. Maar vooralsnog, echt mijn huid is zo zacht naar het gebruik van dit. Dus dit is echt... Ik vind het een heel bijzonder iets. Dus dat doe ik dus om en om. En nou, dan ga ik gewoon douchen. En dan, het is niet zo interessant, mijn douche. ik gebruik op dit moment, ik zal even laten zien. Lalala. Deze douchecreme, geweldig. Dit ruikt dus naar lemons, maar ook een beetje naar bubblegum. Het is een beetje chemisch, maar echt geweldig. En ik was 1 keer in de 3 dagen, was ik mijn haar. En dan doe ik een heel klein beetje crème spoeling ook hieronder. Dus niet mijn hele haar, maar alleen maar hieronder. En dat is mijn avondroutine. Wat ik dan nu nog doe nadat ik heb gedoucht. Ik ga naar boven. Het is dan vaak vroeg in de avond. Dus ik ga nog naar beneden om een serie te kijken of een film. Lekker computer, YouTube filmpjes kijken. Gebruik ik een crème van Bioderma. Die de PCLE crème. En die doe ik op. En als ik dan echt naar bed ga en ik heb hier mijn tanden gepoetst, dan gebruik ik er nog eentje van Rock. En dus ik doe alles dubbel, dubbel, dubbel. Maar weet je, het werkt. Ik heb veel minder jeuk en rode plekken en droge vaagheden en zo. Dus zolang het werkt, blijf ik het doen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Smile veel partie!